Hi, ik ben Megan en vandaag ga ik je uitleggen wat de NEN 1335 en de NPR 1813 inhouden en wat de verschillen zijn. De normen bestaan zodat je als Europese gebruiker goed op je bureaustoel kan zitten en dat je hem op een ergonomische manier kan instellen. Dit wordt gerealiseerd door strenge, specifieke maatvoeringen en instelbereiken in zithoogte, zitdiepte, zittingsdiepte, rugleuning en armsteunen waar de bureaustoel aan moet voldoen. De belangrijkste verschillen tussen de normeringen zijn als volgt. Ten eerste moet de NEN 1335 bureaustoel uitgevoerd zijn met 2D armsteunen. En de NPR 1813 moet weer uitgevoerd zijn met 4D armsteunen. De NEN 1335 is de Europese norm en zorgt ervoor dat 95% van de Europese beroepsbevolking op zo'n bureaustoel kan zitten. Nederlanders zijn een stukje langer dan de gemiddelde Europeaan. Maar gelukkig zijn de mensen lief geweest om de normering NPR 1813 in het leven te roepen. 95% van de Nederlandse beroepsbevolking kan met een gerust hart plaatsnemen op zo'n bureaustoel. Het is niet wettelijk verplicht om een bureaustoel te hebben die aan deze normeringen voldoet. Maar we kunnen het je wel zeker aanbevelen. Bureaustoelen met deze normeringen zijn ergonomisch verantwoord en dragen bij aan een gezonde werkomgeving. Bij Albeca verkopen we zowel tweedehands als nieuwe bureaustoelen die aan deze normeringen voldoen. Kom langs in een van onze showrooms of shop per direct online.